peut-être qu'il y aura une pizza de Mac. Ok. Bah, oui, du pizza Mac. Oui. Ah, ja, dat is vandaag. Mag ik het recept dan eens zien? Nee, nooit. Dat is een geheime familie. Een geheime familie recept. Ja. Oké. Hopelijk zal het lekker zijn. Dus nu, de ingrediënten. Ten eerste, poppendeeg. Met biobloem natuurlijk. Ten tweede, de tomaten. Ten derde, mozzarella. En natuurlijk, niet te vergeten, de champignons. En de hesp, wat doen we dan met de hesp? La meloen. Ingrediënt nummer 4, paprika's. Maar de gele, die zijn zoeter. Hallo? Ah, ja, sorry, maar de pizza's. Het is mijn van een recept, niet die van u. Daar moet jij eigenlijk mee. Ja, maar nee, maar ik dacht als we die pizza in twee snijden en dan samenplooien en dan door het daarin. Ik heb altijd niet door. Wat is het probleem? Het is mijn familierecept. Het is alles wat hierop staat is geschreven geweest door mijn overgrootouders. Ja, dat is dan wel. Ah ja, gelooft je mij niet of zo? Nee, niet echt. Misschien is uw idee toch niet zo slecht. Ik moet er toch nog eens over nadenken. Ik ga er nu eens aan beginnen. Tot straks. Get some zin in een pizza calzone.